Het gaat hier allemaal zo snel. Patrick van Deurzen zit hier nu. Componist en ook docent aan het Koninklijke Conservatorium in Den Haag. In Den Haag. In Den Haag, ja. Wat is jouw verhaal? Ja, mijn verhaal begint eigenlijk op de dag van de lockdown, zal ik maar zeggen. Ik had, op dat moment had ik een première van een kantate die ik heb geschreven voor een jubilerend oratoriumvereniging. Die bestond 100 jaar en dat hadden ze samen opgetuigd met 800 jaar stadsrechten Dordrecht. Het is een oratoriumvereniging in Dordrecht. Ik had daar een kantate voor geschreven, gebaseerd op een Dordtse legende. Ja. En wij zijn 12 maart zijn wij aan het repeteren met het orkest. Het is een stuk voor orkest, groot koor. Dat koor dat bestaat uit een man of 80. En twee solisten, waaronder een jongenssopraan waar ik erg verguld mee was. Ook met andere solist trouwens. Ze krijgen er nog gedoe mee. Maar goed, 12 maart zijn we aan het repeteren. En in de pauze van de repetitie krijgen we te horen dat eigenlijk alles afgezegd moet worden. Dus we hebben elkaar aangekeken. En, dat geloof je toch niet in eerste instantie? Nee, je voelde natuurlijk al langzaam, voelde je dat virus dichterbij kruipen. Mm-hmm. En iedereen was er natuurlijk bang voor me. Je dacht, ah, we halen het nog wel. En of het buigt net naar links af of wat dan ook. Mm-hmm. Maar nee, de verslagenheid was groot, kan ik zeggen. Ja, daar kan ik me iets meer voorstellen. Ja, dus die première die is niet doorgegaan. Achteraf kan je zeggen, want het koor had flink uitgepakt met publiciteit en een mooie kerk hadden ze gehuurd wat helemaal vol zou zitten. En wat je dan achteraf hoort over wat er eventueel bij andere koren is gebeurd natuurlijk. Ben je blij dat je niet verantwoordelijk bent voor dat verhaal? Ja. Maar dat laat onverlet dat dit natuurlijk buitengewoon treurig is. En zoals je al zei, ik ben ook docent aan het conservatorium. Je zou kunnen zeggen, dat is ergens op dit moment mijn redding. In de zin van dat ik gewoon de hypotheek kan doorbetalen. Ja. Maar ik zag in dat orkest, veel mensen uit dat orkest die ken ik. En ik zie gewoon, het is ook rond de passietijd. De Matthäus-passie, de Johannes-passie. Alles afgelast. Alles en dat is een half jaar inkomen voor die mensen. Precies. Dat Zeker. Is waar veel mensen op drijven. Ja. En ik zie letterlijk daar mensen omvallen. En dat is eigenlijk iets wat met name dus dat domino-effect van als er ergens iets gebeurt. Mm-hmm. Wat voor een effect dat heeft op de mensen om je heen. Dus laten we zeggen, als ik mezelf dan even als een centraal punt stel van mijn compositie zetten die mensen aan het werk. En natuurlijk, ik ben weer aan het werk gezet door anderen. Hè, dus dat is natuurlijk ook zo. Maar als je dus ziet wat voor een... Wat er allemaal omvalt. Wat voor een enorm effect. Ik heb me dat eigenlijk, dat realiseer je nu. En dat is heel treurig. Ook omdat de mensen ook die in dat orkest zitten, maar ook binnenkort zou er een andere productie van mij in première gaan. Die is ook afgezegd. En je werkt met echt mensen die topsport bedrijven. Hè, die zo ongelooflijk hard hun hele leven lang eigenlijk al zichzelf in conditie houden. Dag in dag uit studeren. Ja, ik denk dat wel eens niet voldoende wordt gerealiseerd. Nee, misschien niet. Nee, want wat wij zien als publiek of op televisie is een voorstelling van op dat moment. Maar daar zit natuurlijk jaren aan investeringen in. Dat om te beginnen. Daar zit, ik bedoel, hè, ik werk op het conservatorium en ik zie natuurlijk onze studenten zie ik ook dag in dag uit. Zie ik heel erg hard werken. Het is niet iets wat je om 9 uur 's ochtends begint en om 5 uur stop je ermee. Dat gaat gewoon 24/7 gaat dat verder. Waar we overigens niet over klagen, want dat is heerlijk. Maar het is wel goed om dat wel eens gezegd te hebben. Ja. Ik wil even naar die andere productie toe waar je over had. Tenminste, ik neem aan dat je daarop doelde. Je hebt een opera geschreven. Ja, ja. Klopt, ja. Zullen we eerst even kijken? Prima. Een stukje. Ja. Ben jij niet? Jij bent toch? Kennen we elkaar? Iedereen kent jou. Mancha, mancha, dat is de kreet. Mancha, mancha, die had 100.000 kelen pot. Mancha, 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 mancha. Sancha. Jouw jonge vlees is heerlijk.
onweerstaanbaar. Een jong meisje met honingbruine schouders en zachte haartjes als het groenste mos. Wat is de titel van de opera? Is het een komische opera? Ja, het is een slapstick opera, noem ik hem zelf. Het heet Mancha Mancha. Ja. Hoe lang heb je eraan gewerkt? Ik ben er al 9 jaar mee bezig. Oh. dus dat is een hele poos. En dat wil niet zeggen dat ik er 9 jaar aan het schrijven ben. Hoewel, ik denk de eerste... Ernst van der Kwast, die heeft het eerste gedeelte van het libretto geschreven. Een Nederlandse schrijver. En ik geloof dat we in de zomer van 2015 allebei in Italië zaten. Hij op de ene berg, ik op de andere berg. En hij teksten naar mij mailen en ik dan vervolgens muziek naar hem mailen. Daar begon het eerste schrijven. Maar daarvoor was ik eigenlijk bezig met die twee zangers. Matthijs van der Woerd en Henk Neven. Om met hun eigenlijk dit idee vorm te geven. En ook financiering te zoeken. En ga zo maar door. Dat is een hele tour geweest. En dat was nu eindelijk voor elkaar. En het zou een première gaan. En het zou dus in de Doelen, in Rotterdam, zou dat in première gaan, inderdaad. Wanneer stond hij gepland? 8 november, geloof ik. 8 november. Ja. 8 november, ja, precies. Ik zeg, stond hij gepland, want hij gaat... Niet door. Nee. Nee, daar zie je dus ook hoe die domino's vallen. Hè? Ik bedoel, een instituut zou ik bijna willen zeggen, als de Doelen, die staat nu op omvallen. Die hebben eigenlijk gewoon al hun productiegeld, dat stoppen ze nu in stenen. En dus alles wat er aan productiegeld is, dat verdampt eigenlijk door dat gebouw overeind te houden. En dat is natuurlijk een beetje ook het punt, hè? Dat er op dit moment ook met, weet ik eigenlijk niet precies hoor, maar in ieder geval die subsidies of die extra gelden die nu voor cultuur komen, ik denk dat die voor het meeste in stenen gaan eigenlijk en maar weinig in mensen. En daar moeten we voor waken, dat is eigenlijk jouw boodschap. Ja, ja. En dan ook nog... We moeten bijna afronden en daar wil ik nog wel even graag van je weten. Voor hoeveel mensen ga jij zo dadelijk tekenen? Nou, ik dacht als ik nou die twee producties bij elkaar neem en de mensen die daar aan mee zouden hebben gewerkt, waar ik zo direct zicht op heb, zeg maar, dan zou ik en dan rond ik het af of naar boven of naar beneden, weet ik eigenlijk niet, maar dan zou ik zeggen 150. 150 mensen. En ik hoop heel erg voor jou en voor alle mensen die eraan aan meegewerkt hebben, dat die productie, die opera, volgend jaar in ieder geval nog doorgang zou vinden. Dat hoop ik ook. Ja. Dank voor je komst, Patrick. Je mag daar gaan tekenen voor de mensen die jij allemaal vertegenwoordigt van deze twee producties. Dank voor je komst, dank voor je stem ook. En zometeen zit hier tot 10 uur vanavond Margreet Rijntjes. Ik vond het een eer om hier te mogen zitten. 4 uur lang voor Cultuur in Actie. En ik hoop dat u blijft kijken en blijft steunen. Omdat zonder cultuur is Nederland een niemandsland. Tot ziens.